Van harte welkom bij deze eerste week van de medezeggenschap. Een bijzonder moment in een bijzondere tijd. We kunnen niet fysiek bij elkaar komen vanwege de corona, maar hopen dat we hiermee toch een mooi alternatief hebben om de hele week allerlei mooie workshops met elkaar te volgen en zo heel veel te leren over de medezeggenschap met elkaar en van elkaar. Ik wens jullie allemaal een hele mooie, fijne, inspirerende en leerzame week. Tom, zou jij misschien iets willen vertellen waarom we deze week organiseren? Ja, tuurlijk, geen enkel probleem. Ten eerste vanuit mijn kant ook welkom aan iedereen. Tijdens deze week waarin we meer dan 60 sessies organiseren voor cliëntenraden, voor hun ondersteuners. En voor mensen die in zorgorganisaties werken en meer over medezeggenschap te weten willen komen. In de eerste plaats organiseren we deze week omdat dit het jaar is van de WMZ 2018. Op 1 juli is de wet in werking getreden. Heel mooi moment voor cliëntenraden, omdat hun positie is versterkt. En vanuit LOC dachten we dat we daar veel aandacht aan konden besteden. En waarom niet in een hele week, waarin cliëntenraden, cliëntenraadsleden eigenlijk rustig alle aspecten van het werk van de medezeggenschap kunnen bekijken, zich erin kunnen verdiepen, met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ondanks het feit dat het nu dus niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, ja, dan maar zo goed als mogelijk op een digitale manier. En deze week duurt van 5 tot en met 9 oktober, ja. Maandag tot en met vrijdag. Zou je iets kunnen vertellen over de indeling van de week en de thema's die aan de orde komen? Ja, want het is inderdaad niet dat we elke dag een soort van ratje toe aan sessies organiseren. We hebben elke dag één duidelijk thema neergezet waarin je uit verschillende sessies kan kiezen. Vandaag op maandag hebben we het voornamelijk over de invoering van de WMZ 2018. Dat betekent dat we sessies organiseren over de medezeggenschapsregeling. Dat we een interview hebben met brancheorganisaties over hoe zij de medezeggenschap aankijken. Op dinsdag kijken we juist heel erg naar hoe werk je in de organisatie met elkaar samen, als cliëntenraad, met je bestuurder, met de raad van toezicht. Hoe geef je dat vorm? Wat zijn goede voorbeelden? Hoe kun je van elkaar leren? En op woensdag kijken we juist naar hoe vorm je dan passende medezeggenschap. Want de cliëntenraad is niet een doel, maar vooral een middel om tot goede medezeggenschap te komen. En soms is de cliëntenraad niet het juiste middel. En wat is er dan nodig? Hoe doe je dat op lokaal niveau en hoe doe je dat bijvoorbeeld ook op centraal niveau? Daar kijken we op woensdag heel erg naar. En op donderdag kijken we juist naar het contact met je achterban en met je externe netwerk. Dat doen we bijvoorbeeld door verschillende praktijkvoorbeelden aan te halen hoe je met je achterban contact kan leggen. Maar hebben we ook een gesprek bijvoorbeeld met de inspectie en geven verschillende zorgkantoren een presentatie over wat hun rol is en hun relatie met cliëntenraad. En dan op vrijdag op die laatste dag gaan we nog praktisch kijken naar welk werk staat cliëntenraad nou te doen. Dus meer de praktische kant, financiën, het maken van een werkplan. We hebben een sessie die speciaal gericht is op de rol van een voorzitter. Hoe geef je je rol als voorzitter goed vorm? En dan zijn we weer aan het einde van de week. Dus 5 thema's, 5 herkenbare thema's die eigenlijk al het werk van de cliëntenraad bestrijken. Je gaf net al even tussendoor aan, er zijn veel mensen die bij LOC betrokken zijn die deze week workshops zullen geven. Maar er zijn ook anderen bij betrokken. Kun je daar nog iets over zeggen? Wie er nog meer bij deze week betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen en dus ook workshops geven? Ja, zoals je zegt, het grootste deel van de sessies wordt ingevuld door adviseurs en trainers die jarenlange ervaring hebben in de medezeggenschap. En het ook al jaren vanuit LOC doen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld bijdragers vanuit de inspectie. De hoofdinspecteur komt langs in een van de sessies. Zorgkantoren leveren een bijdrage. Actis en VGN leveren een bijdrage bijvoorbeeld. We hebben een toezichthouder die meedoet. Ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. Dus je ziet dat er een heel breed beeld is van allerlei deelnemers. En daarnaast heb je bijvoorbeeld ook mensen die vanuit de beweging Radicale Vernieuwing GGZ een bijdrage leveren. Waarin wordt gekeken van, hoe kan je nou zorg zo organiseren voor iemand dat het recht doet aan het leven wat iemand wil leiden.
En er zijn ook nog diverse vrijwilligers vanuit LOC. Zeker, zeker. Die, ja. Onder andere de bouwpool, zorggeld, de expertpools die we... Ja, dat zijn dus expertpools, mensen die of in een cliëntenraad zitten of in een cliëntenraad hebben gezeten. En echt een expertise hebben inderdaad, dus op het gebied van financiën of op het gebied van architectuur. Die ook cliëntenraad door het hele land ondersteunen. En dat nu doen in een aantal sessies. En bijvoorbeeld het voorbeeld aanhalen bij de bouwpool. Hoe ga je nou een gebouw nu goed ventileren in een tijd waarin het een heel belangrijk onderwerp is? Dus dat is wel leuk om te zien, ook in zo'n week, hoe divers eigenlijk het hele netwerk is waar LOC zich in bevindt. En met wat voor deskundige en deskundige aardige mensen we mogen samenwerken. Ja. Maar dat doen we natuurlijk met een reden. Omdat we de medezeggenschap willen versterken en dat de medezeggenschap hem veel aandacht verdient. Maar Martijn, als jij nou zou moeten uitleggen wat volgens jou het doel van medezeggenschap is, wat zou jij dan antwoorden? Eerst antwoord zou zijn, medezeggenschap is geen doel op zich. Uiteindelijk zijn er mensen in Nederland die zorg en ondersteuning nodig hebben. Mm-hmm. En die hun leven willen leiden op een manier die bij hen past. Met de mensen die voor hen van betekenis zijn. En of je nu in de ouderenzorg of in de geestelijke gezondheidszorg of in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg, dat maakt op zich niet uit. Het zijn allemaal mensen die kwaliteiten hebben en die ook graag hun leven willen leiden zoals hen past. Ja. Dat is het doel van de zorg en cliëntenraden zijn hartstikke belangrijk om dat te realiseren. In de praktijk van alle dag binnen zorgorganisaties met de allerbeste bedoelingen zie je dat er ook heel veel vragen komen die vanuit de systeemwereld komen. Regels die gevolgd moeten worden, allerlei voorschriften van de overheid. Je ziet dat nu ook in de coronatijd, die soms afleiden van wat mensen nodig hebben. En juist de cliëntenraad is bij uitstek de groep mensen die binnen een organisatie steeds ook een bestuurder en anderen scherp kan houden. Van ja, maar het gaat uiteindelijk wel over de mensen. En laten we ook met elkaar zorgen dat inderdaad de inhoud van de zorg centraal blijft staan. En dat het ook past bij wat individuele mensen nodig hebben. Ja. En juist de cliëntenraad kan ophalen welke signalen er zijn en hoe dat in de praktijk gaat. En dat bijvoorbeeld weer met de bestuurder, maar ook met de raad van toezicht bespreken. Of steeds meer ook met bijvoorbeeld het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of gemeenten. En de inspectie. Dus ik vind het heel erg belangrijk dat we een goede medezeggenschap organiseren. Er wordt wel eens gezegd, als je het op individueel niveau goed regelt, dan heb je toch geen medezeggenschap nodig. Maar je ziet dat er ook altijd een collectieve kant is, waar de cliëntenraad juist een enorme belangrijke rol speelt. En waar ik ook zie dat als de medezeggenschap goed geregeld is en ook echt serieus genomen wordt, dat het ook vaak de organisaties zijn waar het ook met de zorg goed gaat. Omdat dus vanuit de praktijk heel erg naar voren komt wat mensen nodig hebben. Dat geven mensen ook zelf aan vanuit een cliëntenraad. En daar kan het bestuur dan zijn voordeel mee doen. En ook de rest van de organisatie. Want het is natuurlijk niet alleen cliëntenraadbestuurder. Maar ook zorgverleners, naasten en andere medewerkers. Ja. Ja, dus het gaat veel breder. En bijvoorbeeld ook in samenwerking met de ondernemingsraad. Of de verpleegkundige adviesraad of personeelsadviesraad, er zijn verschillende vormen waarop medezeggenschap vanuit het personeel geregeld is, zie je ook die samenwerking steeds meer toenemen. Mm-hmm. En dat de cliëntenraad ook echt het verschil kan maken om te zorgen dat het over de cliënt, bewoner, hoe je het ook wil noemen, maar degene die de zorg nodig heeft, gaat. Ja, ja. En daarin heeft die cliëntenraad eigenlijk een unieke positie binnen zo'n zorgorganisatie. Ja, want wat daarbij ook belangrijk is, we krijgen ook wel eens de vraag, ja, je kunt toch ook een cliëntenpanel inrichten? Mm-hmm. Maar het wezen van de cliëntenraad is dat de cliëntenraad ook wettelijk gezien het recht heeft en de taak heeft om zelf onderwerpen op de agenda te zetten. Dus je volgt niet alleen wat de zorgorganisatie bedenkt, maar je kijkt echt van wat leeft er onder de mensen die op de zorg aangewezen zijn, die als cliëntenraad vertegenwoordigt, en hebt dus ook het recht en de mogelijkheid om zelf onderwerpen op de agenda te zetten en aan te kaarten wat je ziet. Dus dat is een veel actievere rol dan bijvoorbeeld een cliëntenpanel, ja, waarbij je vooral gevraagd wordt als de organisatie iets belangrijk vindt. En ik denk dat als bestuurder bijvoorbeeld dit ook echt moet willen,
En dat een enorme meerwaarde heeft als je dat op een goede manier organiseert met elkaar. En waarom heeft het volgens jou voor een bestuurder zo'n meerwaarde? Want je zou ook kunnen zeggen, als je een goede bestuurder bent, kan je zelf wel ophalen wat er onder cliënten leeft. Waarom heb je daar dan die cliëntenraad voor nodig? Je kunt dat als bestuurder op zichzelf ophalen, maar dat is altijd heel beperkt. Ja. Het is hartstikke waardevol. En dat hoor ik ook een heel aantal bestuurders zeggen, mm-hmm. in toenemende mate gelukkig. Dat juist de cliëntenraad de hele wijk vrijwillig bezig is om daarmee bezig te zijn. En echt te kijken wat er in de praktijk gebeurt en wat dat betekent voor het beleid van de organisatie. En wat eventueel bijgesteld moet worden. Maar ook aan te geven wat goed gaat. Want Het gaat ook niet altijd over het negatieve, maar het gaat ook om aan te geven van dit gaat hartstikke goed. En het helpt dus echt om de focus te houden op waar die organisatie voor bedoeld is. Ja. We zouden geen zorgorganisaties hebben als er geen mensen waren die zorg nodig hebben. Dus het is steeds belangrijk om daar ook aan te blijven werken. Ja, en dat je dus die invloed organiseert voor degene waar het over gaat. Dus dat je dat echt binnen je organisatie heel duidelijk neerzet. Juist, dat je dat heel duidelijk neerzet. Waarbij natuurlijk ook oog moet zijn wat het voor medewerkers betekent. Ja. Want uiteindelijk komt de zorg tot stand in relatie tussen degene die de zorg nodig heeft, de naasten. En de zorgverleners, dat is de kern. Dat moet ook goed werken. Maar dan kan de cliëntenraad heel duidelijk aangeven wat daar voor bewoners, cliënten belangrijk in is. Ja, ja. En je gaf net ook eigenlijk heel duidelijk aan dat cliëntenraadsleden doen dit vrijwillig. Hè? Vind je ook de manier waarop zij ondersteund worden, hè? Zo'n cliëntenraad in zo'n organisatie? Ben je blij mee dat het ook nu sterker verankerd is in de nieuwe WMCZ? Het is heel erg belangrijk dat de cliëntenraad zich vooral kan focussen op dat wat er moet gebeuren. En ondersteunen ook allerlei werk uit handen neemt. Ja. Wat ook nog weer een extra belasting betekent. En wat ik wel heel belangrijk daarbij vind, is dat de cliëntenraad ook zelf kan meebeslissen wie de ondersteuner is. Ja. Want het is ontzettend belangrijk dat er een klik is tussen de ondersteuner en de leden van de cliëntenraad. En dat wil niet altijd zeggen dat bijvoorbeeld de ondersteuner niet goed functioneert, maar het kan gewoon soms op het menselijk vlak niet klikken. En het moet niet zo zijn dat de ondersteuner aangewezen wordt en de cliëntenraad daar geen invloed op heeft. Dus ja. Het is heel belangrijk, maar wel ook in die menselijke verhoudingen. Ja, precies, precies. En de voorbeelden die je net geeft over waar zo'n cliëntenraad zijn invloed kan uitoefenen, dat gaat heel erg over de zaken die dichtbij het leven van mensen spelen. Geeft het ook juist aan dat de positie van zo'n lokale cliëntenraad heel belangrijk is? Je ziet dat de positie van de lokale cliëntenraden eigenlijk steeds belangrijker wordt. En bijvoorbeeld in de ouderenzorg en kwaliteitskader verpleeghuiszorg is nu ook opgenomen dat rond het maken van het kwaliteitsplan dat ieder jaar gemaakt moet worden, van wat gaan we nou met elkaar doen en waar leggen we de prioriteiten, dat de cliëntenraad daar een instemmingsrecht op heeft. Bij de corona zie je hetzelfde beleid van hoe gaan we daar nou mee verder, dat de cliëntenraad er een instemmingsrecht bij heeft. Dus je ziet dat het echt organiseren van de medezeggenschap dicht bij de mensen om wie het gaat, dat weer in belang aan het toenemen is. Ja. En natuurlijk is een centrale cliëntenraad ook belangrijk, maar het gaat er wel echt om dat de mensen op de locaties of in de wijk er iets van merken. Ja, en die twee instemmingsrechten die je noemt, hè? Dus dat instemmingsrecht op het kwaliteitsplan en dat instemmingsrecht over hoe ga je nou om met regels in tijden van corona, met sociaal contact. Dat zijn instemmingsrechten die niet in de WMZ 2018 staan, in ieder geval niet zo letterlijk. Hoe zijn die dan zo tot stand gekomen? Dat komt doordat de LOC in landelijke stuurgroepen en overleggen zit. Ja. Op de handreiking rond de corona, daar zit LOC in en ook in de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg. En daar hebben we dat heel nadrukkelijk ingebracht. En werken er trouwens ook mee samen met bijvoorbeeld de beroepsgroepen. Ja. Dat we ook vinden dat die daar ook een belangrijke stem in moeten hebben. Dus dat vooral de personele kant en de bewoners-cliëntenkant, dat die heel veel invloed hebben. Dus de cliëntenraad. Ja. Dus wij hebben dat ook echt nadrukkelijk steeds hard naar voren gebracht. Dat we dit heel erg belangrijk vinden. Dat de cliëntenraad hier een instemmingsrecht op heeft. En uiteindelijk is dat ook breed overgenomen. Ja, precies. En dan zie je in de praktijk dat cliëntenraad dus een positie stevig kunnen innemen. En dat ze dat doen vanuit wat mensen belangrijk vinden. Juist in tijden zoals deze. Hè, als het gaat om wie kan wel niet op bezoek komen. Hoe kunnen mensen zelf naar buiten gaan. Maar het is wel belangrijk dat dat ergens wordt vastgelegd.
Ja, dat is belangrijk. En in dit geval is ook heel belangrijk dat dus heel veel cliëntenraden lid zijn van LOC. Ja. Zodat ook op basis van de signalen van cliëntenraden wij in die landelijke stuurgroepen een belangrijke stem kunnen hebben en zeggen dit is wat cliëntenraden belangrijk vinden. En juist doordat we met zoveel zijn, hebben we ook de mogelijkheid om daar een beslissende stem in te hebben en ook daadwerkelijk de invloed uit te oefenen. Dus het gaat over uiteindelijk, als je het bekijkt over degenen die de zorg nodig hebben, dat is de basis. De cliëntenraad vertegenwoordigt hen op het niveau van de locatie en ook op het concernniveau. En op landelijk niveau kunnen we als LOC die rol spelen. Ja. En juist door dat met elkaar op die manier te organiseren, staan we steeds sterker en zie je dat echt de positie van degenen die de zorg nodig hebben steeds centraler komt te staan. Ja, ja. En dat doen we dus dan aan de ene kant door in belangenbehartiging heel duidelijk neer te zetten wat de rol van cliëntenraden is of zou kunnen zijn. Daarover afspraken te kunnen maken. En aan de andere kant door cliëntenraden juist op lokaal of op centraal niveau te ondersteunen en van advies te voorzien in hoe zij hun werk kunnen doen en hoe zij van elkaar kunnen leren. Ja. En doen we dat ook nog bijvoorbeeld bij ondersteuners? Ja. De ondersteuners zijn er ook heel belangrijk in. Dus dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld ook trainingen voor ondersteuners hebben. Zorgen dat er intervisie is tussen ondersteuners. En dat we op die manier ook de ondersteuners helpen om die rol te vervullen. Want dat is niet altijd een makkelijke functie. Nee. Je hebt heel gauw de neiging als ondersteuner om het werk van de cliëntenraad over te nemen. Zeker als er bijvoorbeeld een paar vacatures zijn. Maar uiteindelijk is het wel echt ondersteuner. Dus het is steeds zoeken naar de positie van hoe kun je zorgen dat de cliëntenraad goed zijn werk kan doen. Hoe faciliteer je dat? Mm-hmm. Terwijl je misschien zelf ook dingen waarneemt hoe het anders zou kunnen. Dat je dat wel op zo'n manier doet dat het de cliëntenraad is die echt aan zet blijft. Ja. En dat je hen helpt om het werk zo goed mogelijk te doen. Ja, de ondersteuner ondersteunt en de cliëntenraad adviseert uiteindelijk of stemt in. Ja. Dat die rolverdeling heel duidelijk is. Precies. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, volgens mij gaan wij een hele mooie week tegemoet. Ja, dat gaan we zeker. Dus ik weet niet of jij nog iets tenslotte wil melden voor deze week. Nou, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind om te zeggen is dat de aankomende weken gewoon heel veel mooie inhoudelijke sessies georganiseerd worden. En dat we dat doen met inbreng van zowel de deelnemers, dus jullie als cliëntenraden, raadsleden, ondersteuners of medewerkers van organisaties. En wat voor mij wel heel belangrijk is, is dat we dit ook kunnen doen omdat cliëntenraden aangesloten zijn bij de LOC. Dat we dus dankzij jullie bijdrage die belangenbehartiging kunnen doen op plekken waar het nodig is. Dat we jullie kunnen ondersteunen en adviseren wanneer dat nodig is. Dat we brochures kunnen ontwikkelen over moeilijke onderwerpen zoals hoe vul ik nou het voorzitterschap in? Of hoe ben ik nou een goede ondersteuner voor mijn cliëntenraad? Of hoe ontwikkel ik een visie op medezeggenschap? En dat is iets wat nodig is en nodig blijft. Want jullie maken ontzettend veel gebruik van de dienst van LOC. Dat is ook heel mooi om te zien. En we zien ook in de praktijk dat dat echt een meerwaarde heeft. En daarmee proberen we allemaal een bijdrage te leveren aan betere zorg voor iedereen. Nou, we gaan er deze week wat moois van maken met elkaar. Een hele fijne week. En we komen elkaar vast wel ergens deze week tegen. Ja. Dat geldt voor Tom ook. Zeker. Tot snel. Tot gauw. Dag.